camera's, zoals in het lijnbaangebied, schrikken niet alleen af. Met de beelden worden ook daadwerkelijk criminelen gepakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Colijnstraat, heeft dat de afgelopen jaren aardig wat informatie opgeleverd. Die heeft bij kunnen dragen aan het oplossen van strafbare feiten en misdrijven. Toch worden de beelden niet continu bekeken. Alleen op bepaalde tijden kijkt een medewerker van toezicht in een meldkamer live mee. Dus als er nu iets gebeurt voor die camera, kan het best zijn dat niemand dat ziet. Als dit niet de reguliere uitleestijden zijn, dan kan het zijn dat niemand dat live ziet. Maar de dader kunnen we wel achterhalen doordat de beelden opgeslagen worden. De beelden mogen maximaal 28 dagen worden bewaard. En alleen worden teruggekeken als er vanuit de politie een noodzaak toe is. Dan moet er een vordering worden gedaan door de politie. Om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek bijvoorbeeld beelden alsnog terug te kijken. Maar dat kan alleen de politie doen. Medewerkers van toezicht mogen dus niet zelf de opnames nog een keer terugkijken. Inmiddels hangen er op 5 plekken camera's. Bij het Centraal Station, Station Stadspolders, het Leerpark, Energiehuis en in het lijnbaangebied. De camera's zijn zodanig geïnstalleerd dat wij alleen maar de openbare ruimte bekijken. Mocht er een woning in beeld komen, dan wordt het door het systeem zwart gemaakt. Dus wij kunnen nooit in een woning kijken of zien wat er in een huis gebeurt. Na 2 jaar wordt gekeken of de camera's nog nodig zijn, want ze mogen niet langer hangen dan strikt noodzakelijk. Dat staat in de wet. De politie is blij met de extra camera's die nog geplaatst moeten worden in het lijnbaangebied. Ik verwacht daar hetzelfde van als we op de Colijnstraat. Als onderdeel van de totaalaanpak gaan ze zeker een nut bewijzen.